Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een aantal prominente Nederlanders roept premier Mark Rutte op om met compassie te beslissen over het vervolg van coronahulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten. In een open brief aan de premier schrijven onder meer VNO-NCV-voorzitter Hans de Boer, de president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen Roger van Bokstel, Jandino Asporaat en Jurgen Rijmen dat die beslissing vrijdag moet worden genomen met een warm hart enerzijds en een koel verstand anderzijds. Afgelopen vrijdag zei Rutte nog dat het kabinet Curaçao helpt met tientallen miljoenen om de coronatijd door te komen, maar Nederland eist daarvoor wel in ruil hervormingen. De briefschrijvers roepen op om te helpen. Ze schrijven in hun brief dat voorwaarden erbij horen, maar laten eilanden wel meebeslissen, aldus de schrijvers. Een van de woordvoerders van de acties van vorige week, Lon Mutueel, zit nog steeds vast. Maar zijn aanhangers hebben laten weten dat het nooit de intentie van Mutueel is geweest dat er geweld wordt gebruikt. Hij roept op tot passief verzet tegen de bezuinigingen, allemaal binnen de kaders van de wet. Curaçao heeft afgelopen weekend enkele rustige nachten achter de rug. Volgens minister van Justitie Quincy Girigori wordt er in samenwerking met Defensie sinds vrijdagavond veel meer gecontroleerd op straat. De minister stelt dat met het instellen van dit actieplan een goede stap is gezet. Maar we zijn er nog niet. Girigori wil dat de Curaçaose bevolking weet dat de overheid er hard aan werkt om de rust op straat te behouden. In de nacht van 25 op 26 juni is een klaslokaal van de Pedro Louis Brion school afgebrand. Beelden van het verbrande klaslokaal hebben tot veel commotie op Curaçao geleid. Advocate Saron Indersen is via haar Facebookpagina een inzamelingsactie begonnen. Ze wil 100.000 gulden inzamelen, want het is belangrijk dat op 20 augustus de klas weer klaar is voor leerlingen van groep 1 en 2, aldus Indersen. De Curaçaose regering heeft zondag laten weten dat er nog geen beslissing is genomen over bezuinigingen op het gebied van onderwijs of het eventueel beperken van het aantal docenten. De afgelopen dagen verschenen verschillende berichten op sociale media waarin wordt gezegd dat er veel gaat worden bezuinigd. Maar volgens de regering is dat veel te voorbarig. De overheid benadrukt dat er nog steeds wordt gepraat. Refinerie Ricosso heeft bekendgemaakt dat een cruiseschip van Disney Dreams het eerste schip is dat gebruik gaat maken van de terminal bij Bullen Bay. Het gaat om een tijdelijke basis. Het schip vaart door de coronacrisis voorlopig niet en zocht daarom een veilige plek om voor anker te gaan. Aan boord zijn geen passagiers, maar wel een bemanning van 177 personen. Volgens de Arubaanse minister-president Evelien Weaver-Cruz is Aruba klaar om per 1 juli weer toeristen vanuit Nederland en enkele andere Europese landen te verwelkomen. Afgelopen zaterdag zijn bij een repatriëringsvlucht alle 51 aanwezige Arubanen getest op de luchthaven van Aruba. Die testen zijn goed verlopen, aldus Weaver-Cruz. Tot eind van de maand moet iedereen die terugkeert verplicht in quarantaine, maar vanaf 1 juli is dat niet meer nodig. Het kleine eiland Saba is daarentegen heel voorzichtig. Alleen bezoekers uit Curaçao, Bonaire en Sint Eustatius zijn welkom, maar niet als ze via Sint Maarten komen. Dat heeft het eiland zondag bekendgemaakt. Saba gaat ervan uit dat het niet voor 1 oktober passagiers uit andere landen zoals Nederland binnen zal laten. Het is verder voor de Sabanen beperkt toegestaan om het land te verlaten. Saba kende in totaal 3 coronabesmettingen. Het bestuur wil geen enkel risico nemen op meer coronabesmettingen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.